Ik ben Alek, 21 jaar oud en al sinds mijn zesde levensjaar fanatiek visser. Afgelopen voorjaar ben ik op solo visavontuur gegaan in Amerika. Op zoek naar de meest tropische vissen om van mijn bucketlist af te streven. Ik neem jullie mee tijdens dit geweldige avontuur. Dit is mijn reis. Goedemorgen jongens. Het is een nieuwe dag. Ik ben in San Jose vandaag. Gisteren uit Tortobedo getrokken. En in een hosteltje geslapen. En vandaag ga ik met Jackie afspreken. En Jackie is een gast die heeft me, toen ik in Florida was, een berichtje gestuurd van: yo, ik zag je op vangst op Facebook. Ik ga binnenkort naar Costa Rica. Heb je nog wat tips over het reizen in Midden-Amerika? Dus ik zeg, ja, ik heb nog wel tips, bla bla, maar ik ga binnenkort ook naar Costa Rica. Dus als je wil, kunnen we ook wat samen doen. Ja, van het een kwam het ander. Dus we gaan nu komende week, anderhalve week, waarschijnlijk samen reizen. Samen vissen. Dus dat is ook wel heel erg nice. Het is altijd nog fijner om samen te vissen dan in je eentje. Zeker als je op grote vis wil vissen. Met onthaken, filmen, fotograferen en zo. En natuurlijk gezelliger. Hij is gisteren aangekomen en heeft in een hoteltje geslapen. En hij heeft dus een nieuwe auto die we gaan gebruiken, een 4x4. Iets beter dan het autootje die ik nu heb. Maar goed, dus ik rijd nu naar de autodealer toe om deze auto terug te brengen. Gooi ik alle shit in de nieuwe auto. En dan gaan we naar een huisje toe voor 5 dagen en vanaf daaruit lekker vissen. Veel mooie plekken zien, neef op auto bezoeken. Dus ik ben wel benieuwd, ik heb er heel veel zin in. Nou jongens, we zijn aangekomen bij het huisje. Ziek relaxed. Wat is de naam van het Zwaanse bedrijf ook weer? Nou goed, we zijn hier dus nu aangekomen. Een heel leuk, schattig klein huisje. Van Costa Rica vakantie. En hier zitten we voor de komende 5 dagen. Ik zie al een hele lekkere chillen hangmat. Die ga ik even claimen, denk ik. En we hebben ook een chillen auto nu. Gewoon een 4x4. Gewoon wat beter dan die sedan die ik eerst had. Het zwakke autootje. Ja, lekker klein huisje. Super nice. Muchas gracias. Mucho gusto. Oh, nice man. Jackie. Dit is Jackie trouwens. Ja. Ah, nice. Nog meer. Poeh, ja, top. Het is zo super laat. Tenminste, het is al lang donker. Jackie slaapt al. Ik heb even snel mijn spullen nog gepakt. En ik neem morgen 4 hengels mee. Met de boot vissen. Waarschijnlijk heb ik de zware helemaal niet nodig. Maar ja, voor het geval dat er opeens grote vis lijkt te jagen. Een snowchick hengel. Dus een hele lichte snowchick hengel. Helemaal aan een zware bobbrek met een knijte grote bob te gaan. Dus ik ga het gewoon uitproberen. Kijken wat er zit. En morgen vroeg opstaan, moet om 6 uur hier wegrijden. Ik moet om 5 uur het bed uit. Dus zelf proberen de slaap te pakken en dan zie ik jullie morgen. Goedemorgen jongens. Het is wel echt lekker vroeg. Wat vind jij, Jackie? Lekker vroeg. Ja. Ja, jij bent een ochtendmens, hè? Ja. Ook voor mij is het lekker vroeg. Ik ben geen ochtendmens. Maar het is 5:50 nu. We moeten om 6 uur dus weg. Nou, we zijn lekker op tijd. Nu rustig aan doen. Nog even brood smeren en dan de auto instappen en gaan. Gaan we vissen of niet? Ik hoop het wel. Blijf vissen. Dat klopt. Blijf heet vissen en niet vangen. Daar ben ik een tortuguero achter gekomen, want zo goed vind ik niet. Maar goed. We gaan snel een spulletje pakken en dan gaan we los. Aangekomen bij die visplek. Ik heb mijn hengeltjes, ik heb de rest al in de boot gelegd.
Maar dit is een boot, jongen, die ligt. Het is nu ook een beetje eb. En de boot die ligt in de. Ja, in een mangrove oerwoud bos. Moeras. Dat is onze gids. Oh ja, die puppy die je hoort op de achtergrond, is volgens mij is hij stout geweest of zo. Oh, ik heb een haak. Volgens mij is hij stout geweest, die zit aan een. Die heeft even straf, die zit aan de ketting even. Die zakt er wel. Het is niet het lekkerste voor je voeten, zeg maar. Om erin te lopen. Dus meteen zakt er helemaal in weg. Er zit wel veel krab hier, man. Ja, mini-krabjes. Nee, maar ook grotere, wat. Gewoon wel een mooie aas ook. Ja, gracias. Ah, stek dan het. Ben. Ja, ja, ga lekker, Ben. Oh, moet je weer. Oké, jongens. Ik hoop dat ik niet sterf nu. Oké. Dat is ver in de modder. Eeuw, je zit onder de modder. Pas dat je kent hem voorin in ieder geval. Deze vriendelijke lokale visser nam ons mee naar de golf van Nicoya. Dit is een inham aan de Stille Oceaan en een broedplaats voor talloze vissoorten. Zitten. Oka. 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 Gaan we gast? Nee. Ja, het is een vis die zich opblaast. Hey. Kogelvis. Ja. Is het coronavirus? Ja. Coronavirus. Sí. Sí. Coronavirus. Dit is wel naar. Ja. Die. Ja. Mooi bien. Nou jongens, eerste worpie. Met zo'n garnaaltje. Ik ben wel benieuwd. Waar leg jij een beetje? Ja, een beetje die kant op met de schoon. Oh, oké. Okay. Hoe? Gaan we dit weer? Pika. Mueve. Mijn amigo. Hoe? Mee. Ben je pekar? Oh, sacó mucho. Contento. Mucho. Mucho ya, pesco. Gelijk. Ja. Ja. Pesca. Wow. Mini. Guabina.
Corbina? No, guabina. 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 Sí. Muy buena para comer, muy buena. Ah, muy klein visje. Throw back? Hm? Sí, sí. Ok. ¿Ya saco foto? Muy grande. Muy. Un poco grande. Het lijkt even aan een bepaald stukje te zitten, hè? Ja. Kijk eens. Zie. Ah! Oh, nou, ik heb hem nog. Maar weer heel klein. Ja, ik gooi hem steeds een beetje in het stuk waar het helder en niet helder is. Roncador. Is dit een zeebrasem? Roncador. 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 Dat is het dus. Roncador. Roncador. Ook dat je zo'n gast, die heeft een Instagram-account en dat heet Breamcastles en die zit elke keer te vragen of ik een zeebrasem vang. Het lijkt er wel een beetje op, maar ik weet het niet. Roncador. Ik zou hem echt een beetje daar gooien in de... Allemaal blauwe... Ja, waar het zo half blauw is en half bruin. Hij is gewoon leeg gegeten. Wow! Ik zit wat te nibbelen, maar het is allemaal klein spul, geloof ik. Ja. Ja, ja, ja. Oh! Dat was echt groot. Dat was een betere, ja. Ik heb het idee dat mijn haak niet echt... ik heb zo'n cirkelhaak nu. Het is niet perfect voor deze visserij met die kleine visjes. Oh. Haak voor mij moet zeggen. Ja, nee. Ik heb een kleinere haak ook voorbij. Nice. Ja, ik heb wel hele kleintjes, maar die zijn weer dan net te klein. Dat was een aanbeet. Oeh. Ja, klopt. Wow. Not a catfish. Okay. Een schoen? Ja, maar 3. Ik heb er nog 3 nodig. Ben. Deze meerval heeft in zijn rugvin en in zijn 2 buikvinnen een stekel zitten. Met heel veel gif erin. Die zorgt voor ontzettend veel pijn. Vandaar dat ik hem dus even zo onthaak. Aquí trae un muchacho de Texas a pescar. Metió uno. Entonces inyecte y trae pa y saca. Ja. Ja. Iets groter, maar nog niet heel veel. Ook een meerval. Helemaal vol met die meervallen. Als je hem pakt, pak hem vanuit zijn buik. Of ja, hier trouwens. Pak de tang. Nou, er komt in ieder geval een visje boven. Nou, we waren steeds op het ondiepe. Ik wilde toch wel graag het diepe proberen. Na heel vaak vragen is het toch gelukt. Aan de gids. Wow! Lijn gebroken, alles eraf. Dat was een haai, denk ik. Hij heeft mijn lijn gewoon hier gebroken. Maat. Ik heb een haai onderlijn mee. Misschien die er zomaar eens even naar beneden laten zakken. Iets betere vis. Het is wel iets zwaarder, maar niet heel zwaar. Oh nee, het is gewoon weer zo'n... Oh, het is een andere soort weer. Oh, dit is die enige waarvan hij net de grote achteraan kwam. Oh, die shit, die zijn wel mooi, jongen. Binnen. Hier wil ik wel graag een fotootje van. Deze vind ik wel heel dik. Waar
Gast, wat heb jij? Nee joh! Holy gast! Holy shit! We moeten snel achteraan joh. Holy shit. Hey gast, wat ben je aan het doen? Geen idee, vis vangen. What the fuck? Deze man. Maar hij deed in het begin gewoon helemaal niks. Nee, hij had gewoon nog niet door dat hij gehaakt was. Maar hij doet niet zoveel. Misschien is het een rog of zo. Ik weet het niet. Geen idee maar. Ja, het is wel vis. Voelt hij een aanbeet of? Ja, het voelde inderdaad gewoon klein. Dat je zoiets hebt van, En toen in één keer een beetje indraaien en toen in één keer had ik zoiets van, Alsof je in een vuilniszak naar binnen aan het draaien bent. Het is wel groot, want hij zwemt tegen de stroming in. Ja. Alleen grote vissen doen dat. Ik kan gewoon niks. En daar gaat hij. Het best gaat. Boven komen? Mantarraya. Mantarraya? Mantarraya. Ja, maybe. Is het wel vis? Geen idee. Ja, hij ging wel heel hard door de slip trouwens. Ja. Misschien heeft hij zich vastgezwommen. Gracias. Grande. Ja. Ik durf ook niet heel veel meer kracht te zetten. Helaas. What the fuck, gast? Dat was in ieder geval groot, hè? Misschien toch maar met een grotere molen vissen. Puffervis, maar heeft zichzelf nog niet opgeblazen, hè? Mooi kleurtje wel. Heel mooi kleurtje. Kijk uit, die hebben echt zieke tanden. Ja, dan moet ik niet met mijn vingers komen. Nee. Zal ik gewoon de tang geven aan jou? Ja. Hoppa. Zet die aan. Wel een beetje lachen, hè? Iets groters, iets sterkers. Hij ging een paar keer een beetje door de slip heen. Ik denk dat het weer zo'n meervalletje is, maar dan een grotere. Iets groter. Wat zal het zijn? Ja. Wow, yo. Tering. Ik had niet verwacht dat we zoveel meervallen zouden vangen vandaag. Het is wel lijp. Oh yeah. Holy shit. Hij heeft dikke stekels. Ik moet daar even voor uitkijken. Dit is wel een heel vet visje, zeg. Holy shit, jongens. Nou, ik denk, die man die vindt ze volgens mij best wel lekker. Dus deze nemen we ook weer mee. Maar hier ben ik wel blij mee. Iets groter. Nog niet de grote waar we op hopen, maar die komt nog wel, denk ik. Wel een heel mooi, ik denk dat het wel een van de mooiste meervalsoorten is die ik ken. Tot nu toe, die ik heb gevangen. Zeg schön. Is dit voor jou? Oh, komt er nog levend aan? Kijk, je schildpad daar. Oh, hij kwam boven. Ik hoorde wel wat. Ja. Wow, yo. Dodelijk. Nieuwe soort. Ja.
Laat zien wat je voor grote vis hebt gevangen. Hoi, joh. Dat is een echte. Ja. En weg is die. Vaker. Geen idee wat we nu gaan doen. Hij wilde een foto maken of zo. Geen idee wat hij van plan is, maar... En dit, jongens, is waarom je je plastic in de vuilnisbak gooit. In plaats van in de natuur. Zo jammer, hè, om dat te zien. Oh, dit is echt niks, man. Vergeleken wat ik op een paar eilanden had gezien op... Ja. Muy bueno. Ah, bueno. Fantastic. Mucho. Ik heb echt geen flauw idee wat hij wil doen. Maar hij wil naar boven klimmen of zo, misschien een foto maken, ik weet niet. Heb je een hand nodig? Huh? Hand nodig? Nee. Mooi. Ik glij weg op mijn slippers. Gelukkig is het niet zo warm hier. Ja. Oeh. Colore. Mucho colore. Oeh. Bueno aire. Ja. En zie. Mucho bueno. Ah, het is wel een heel mooi uitzicht hier, hè? Oh, je ziet hier heel mooi de kleuren van het water, de stroming. Ik weet niet of dat hier op te zien is. Ja, ook wel. Je ziet dat het daar echt een stuk minder helder is. We komen daar samen en daar is het opeens van helder naar, of redelijk helder naar troebel. Vet uitzicht. Heb je helemaal geen droom voor nodig? Ik kan gewoon vliegen. Plastic. Corona. Yep. Too much sun. Too much. Malo pesca. Malo pesca. It's good? Bueno, come. Sí, sí. Ik zie geen gele hangen. Eet er eens even eentje, jongen. Ja, aquí maduro. Ja, pruebe. Tome. Dale aquí, maduro. Aquí maduro. Lo maduro este. Oh, daar zo. Ja, ese. Maduro, este. Come este. Este, come este. Maduro, come. Ah, muy buen sabor. Ja, ik heb zelfs termieten gegeten. Ja, ik heb ook al wel eens van die meelwormen op de krekels op. Para tomar fresco. Ese. No, ese. Vea, vale. Oh, heel bitter. Maar je mond wordt er heel stroef van. Ja. We tenemos mucho mango, casa. Mango, casa. Mango, hé. Mooi bueno. Ja, ik heb wel mango nodig, want deze smaak is echt verschrikkelijk. Zo, je hele tanden, zijn die nog steeds ook helemaal stroef? Ja. What the fuck? Nee, ik had in Tortuguero zo'n tour gekregen door de jungle. En toen maakte hij zo'n termietenhoop een stukje kapot. Dan lopen al die termieten eruit. En als je dan je vinger erin steekt, op dat gat, dan lopen ze allemaal zo op je vinger. Ja. En vroeger, de indianen en zo, die aten dat dan op, omdat er heel veel eiwit in zit. Ja, dat klopt ook. Dus dat liet hij ons zien. En toen probeerde ik dat ook. En die dingen zijn echt super lekker. Eh? Ja, ze hebben een hele lekkere houtsmaak, hebben ze, maar super nice. Hij belt nu zijn vrouw over mango's. Deze man fixt alles. Wow, yo. Ciao, ciao. Marcos, thank you. Muchas okay. Gracias. Igual. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye, bye. Pura vida. Bueno. Ciao, ciao. Ciao. Yo, beste mensen. Dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een hele vette video vonden. Volgende week weer zoetwatervissen. Dus ik denk dat heel veel van jullie dat wel vet zullen vinden. Vergeet in ieder geval even niet te liken en natuurlijk te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week.